Dr. Oude Elbrink, u heeft vandaag een collectief spreekuur gehouden over wespenallergie. Doet u dat vaker, een collectief spreekuur houden? Ja, dat doen wij vaker. Voor insectenallergie is het een seizoensaandoening. Doen we het in de zomermaanden en in de lente, zoals nu, daar beginnen we daarmee. En dan, nou, we hebben verwijzingen tot september, oktober, dus dan plannen we tot november in. We hebben nog twee andere vormen van collectieve spreekuren. Mensen met hooikoortsklachten en daarbij aan de hooikoorts verwante aandoeningen, zoals astma en voedselallergie, daar organiseren we het voor. En voor mensen met urticaria, dat zijn galbulten, en angio-uideem, dat zijn zwellingen van de huid. En ook bijvoorbeeld van de tong of van de keel, waardoor je het gevoel hebt dat je stikt. Ook dat is een aparte vorm. Dus we hebben drie collectieve spreekuren. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen, voor deze spreekuren? Want kun je niet veel beter iemand één op één zien? Ja, natuurlijk willen we iemand één op één zien en dat doen we ook. Maar wat we eerst doen is gezamenlijk uitleg geven en daar hebben we voor gekozen. Omdat we merken dat het om aandoeningen gaat waarbij je veel dingen moet vertellen. Bij insectenallergie bijvoorbeeld, heel veel mensen weten niet eens wat het verschil is tussen een bij en een wesp. Als ik ze dat eerst heb laten zien, dan kunnen mensen meedenken en dat helpt om de goede behandelingen uit te kiezen. Verder leggen we ze uit welke behandelvormen er zijn en kunnen mensen, en dat vinden wij belangrijk, ook zelf bewust kiezen voor die behandeling die het beste bij hun past. Waarom bent u doorverwezen? Omdat ik een anafylactische shock heb gekregen in aanleiding van een bijensteek. Echt een bijensteek. Ja. Hoe kwam dat zomaar? Ja, ik ben imker, dus dan word je wel eens gestoken. Dus ik was voor de zoveelste keer gestoken en nu in dit geval in mijn nek. En toen kreeg ik een hele heftige reactie met vlekken. Die in mijn keel was helemaal dicht, ik kon geen adem meer krijgen en krampen. En nou, direct naar het ziekenhuis. Duidelijk heel erg mis, maar u bent al vaker gestoken. Had u toen geen klachten? Ja, ik had echt hele dikke zwellingen met blaren erop. En in het begin, de eerste steek was met blaren en daarna nam het wat af, maar wel een dikke zwelling. Dus ik dacht van nou, ik word op een gegeven moment immuun. Dat was mijn verwachting. En ik had ook gehoord dat bijensteken goed zijn tegen reuma. Dus ik denk, nou laat me lekker steken. Komt wel goed. Maar helaas, het bleek dus toch een hele ernstige reactie te zijn. U bent naar het ziekenhuis gegaan. Wat hebben ze daar gedaan? Ja, daar hebben ze geprobeerd uit shock te houden. Dat was wel lastig, maar ik heb eerst, en nu weet ik het niet meer, prednison gehad. En toen... Misschien de adrenaline, wat ook in de EpiPen zit. Ja. En nog een Tafagiel nog gehad. Maar het heeft volgens mij wel 2 uur geduurd voordat ik weer een beetje bij weer terug was. Ja. Bovendien zijn er vaak een enorme hoeveelheid misverstanden in omloop. En ook die kunnen we rechtzetten door de goede informatie te geven. Op internet kan je heel veel vinden, maar het wordt vaak heel fragmentarisch aangeboden. En door het systematisch aan te bieden, merken we dat mensen een hoop geruststelling geeft en dat ze ook beter begrijpen waarom bepaalde behandelingen wel of niet voor hun geschikt zijn. Ja, want is het ook als doel wat je al zei om het gerust te stellen? Want vaak is het een eenmalig iets, bijvoorbeeld een allergische reactie op bijvoorbeeld een bij of een wesp. Is dat ook het doel, geruststellen? Dat is in een aantal gevallen is dat een doel. Een deel van de mensen wordt naar ons verwezen omdat ze gestoken zijn door een bij of een wesp. En hebben daar een forse reactie op gehad, maar die beperkt zich tot een plaatselijke reactie. Die kan wel heel heftig zijn doordat ze bijvoorbeeld in de arm worden gestoken en de hele arm opzwelt. Maar gaat niet gepaard met klachten op afstand van de steek. Nou, dat is heel vervelend. Daar kan je ook helemaal niet lekker van zijn. Maar het is niet ernstig in de zin dat je bang hoeft te zijn dat je, als je een volgende keer gestoken wordt, dat je dan een hele ernstige, mogelijk zelfs levensbedreigende reactie krijgt. Integendeel, deze groep mensen die zijn vaak juist beschermd tegen dat soort reacties. Dus die mensen hebben geen EpiPen nodig, geen immunotherapie. Dus die verlaten ook aan het eind van dit spreekuur, hopen wij, en dat merken we ook vaak wel, gerustgesteld de deur. En zijn hun EpiPen kwijt, hoeven verder geen behandeling. Maar krijgen wel adviezen wat ze zelf nog zouden kunnen doen als ze toch weer gestoken worden. Want de kans dat het weer een zwelling wordt de volgende keer, ja, die is wel heel groot. Maar dat is niet afgenomen? Nee, dat risico, dat neemt niet af. Maar dat kun je wel behandelen met bepaalde zalven of met pijnstillers en soms met prednisontabletten. Maar dat is heel wat anders dus. Ja. Ziet je ook dat er steeds meer mensen allergische klachten hebben? Komt dat omdat er meer aandacht voor is? Hoe kan dat?
Ja, allergieën zijn de afgelopen decennia toegenomen en de reden daarvoor is nog steeds niet goed bekend. Een van de belangrijkste hypotheses is de hygiënehypothese, waarbij mensen met veel minder infecties dan vroeger in aanraking komen, veel met antibiotica worden behandeld. Daar zit waarschijnlijk wel wat in, maar goed, daardoor worden we ook veel langer, leven we gezond en worden we ouder. De echte reden dat er meer allergieën voorkomen weten we niet. Is het omdat er meer aandacht voor is? Dat vroeg je ook. Dat dacht men heel lang, dat het meer een aandachtskwestie was. Maar als je kijkt naar de prevalentiecijfers, dan is er absoluut een toename. Dus ja, wij zien steeds meer mensen met een allergie. Kan het ook komen omdat er nu veel meer diagnostiek mogelijk is, dat je daardoor ook eerder erkent en herkent? Het is inderdaad zo dat we steeds specifiekere diagnostische middelen hebben, waar we vroeger bijvoorbeeld ons beperkten bij, ik noem maar een hazelnootallergie, tot het aanvragen van antistoffen tegen hazelnoot, kunnen we tegenwoordig speciale componenten van de hazelnoot aanvragen. En met die componenten kunnen we een risicoanalyse doen. We weten dat bepaalde reacties op bepaalde componenten gepaard gaan met hele heftige, levensbedreigende reacties, terwijl andere reacties op andere componenten juist gepaard gaan met een heel mild risico. Met mensen die alleen maar plaatselijke klachten krijgen als ze hazelnoot eten. Dat zijn dus mensen die vaak die hooikoorts hebben door pollen van de bomen. Nou, dat is een vorm van verbeterde diagnostiek. En zo zijn er veel meer mogelijkheden. Betekent dat maakt dat mensen eerder verwezen worden of dat er meer allergieën geconstateerd worden? Nee, dat denk ik niet. Want in feite is de basisdiagnostiek, die is nog steeds hetzelfde. En die is in die zin niet veel uitgebreider dan vroeger. Er zijn niet heel veel meer nieuwe allergenen bekend dan vroeger. Ik dank u hartelijk en we blijven u volgen. We gaan nog andere dingen met u meekijken, onder andere over de hooikoorts. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer. Nou, dank u wel en tot de volgende keer.